Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering over de medische voordelen van de Ramadan. Vandaag gaan we het hebben over de hersenboost die de Ramadan ons kan geven. Moslims ervaren in de maand Ramadan een mentale en spirituele boost zoals op geen enkel ander moment van het jaar kan. Maar daar blijft het niet bij. Wetenschappers uit de VS hebben namelijk aangetoond dat het vasten tijdens de Ramadan ook veel positieve effecten heeft op onze hersenen. Door het vasten verhoogt een stof in ons lichaam genaamd BDNF, oftewel een zenuwcel dat stimulerend werkt op je hersenen. Dit stofje is heel belangrijk bij het functioneren van onze hersenen. Ten eerste heeft het een belangrijke functie bij het overleven van zenuwcellen. Het bevordert namelijk de overleving en de groei van verschillende zenuwcellen en dat is goed voor je hersenen en je vermogen om te kunnen bewegen en voelen. Ten tweede speelt het een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze vermogens om te kunnen zien. En ten derde is het ook belangrijk bij de vorming. Bij de vorming van een nieuwe synapse. En dat is, dat is van belang bij ons leerproces en het functioneren van de hersenen. Al met al is het dus een goed en belangrijk stofje met een belangrijke functie. Experimenten bij muizen hebben zelfs laten zien dat als dit BDNF-stofje ontbreekt, de muizen binnen 3 weken komen te overlijden. Oké, maar wat betekent dit dan allemaal concreet voor ons? Nou, in de praktijk betekent dit dat het opslaan van informatie het geheugen verbetert. En dan met name het lange termijn geheugen. Het zorgt ervoor dat we onze hersenen beter functioneren. Het werkt antidepressief, oftewel het voorkomt en vermindert depressie. En het speelt een rol bij het voorkomen van ziektes zoals Alzheimer en Parkinson. Kortom, het vasten tijdens de Ramadan is goed voor onze hersenen, want het verhoogt de BDNF en zorgt daarvoor voor veel positieve effecten op onze hersenen. Dit was de aflevering over de hersenboost die het vasten tijdens de Ramadan kan geven. Ik zie jullie graag terug bij onze volgende aflevering in deze serie, de medische voordelen van de Ramadan.